Echt allemaal respectloze varkens. Echt varkens zijn jullie gewoon. Echt heidenen zijn jullie gewoon. Echt volgens mij 10 jaar geleden of zo. Een of andere, maar een beetje koekoek. Iemand die 7 rondjes draaide voordat hij een weg kon oversteken en zo wat meer frats had. Maar die was Jannie in de supermarkt aan het uitmaken als heidenen. Hij had gelijk. Hij had echt gelijk. Ik heb naar een heleboel mensen geluisterd die een beetje daar al zijn krinkeltje hebben. Sommige mensen verdienen het echt. Die horen echt een handdoek te pakken, een doek, stenen erin te wikkelen om hun nek te doen en gewoon het water in te lopen. Jij hoort hier niet te zijn. Je hoort andere mensen niet lastig te vallen. Je verdient het niet eens om in een gevangenis te zitten. Sommige mensen die zijn gewoon zo vies, smerig. Is gewoon duister, zo ver weg van God. Dit hoort niet hier in deze realiteit. Hangt ook ergens volop in een illusie. En die illusie, daar voelen ze zich nog lekker ook. Sommige mensen zijn allemaal aan het denken dat ze een soort van goden zijn of zo. Dingen kunnen beïnvloeden. En gewoon te maken met mensen die maar iedereen de illusie in willen brengen. Echt hetzelfde straks waar iedereen in hangt. Ik elke keer al uitleg. En jullie geloven niks van die witte arena. Daarom jullie ook allemaal belachelijk zijn. Echt belachelijk. Niemand die ook geïnteresseerd was of ergens een vraag heb gesteld daarover of zo. Niemand die maar aan het nadenken is. Allemaal ook echt opgeschaald van medeplichtig naar schuldig. Geen weg terug ook meer naar medeplichtig. Niemand hoeft te doen, oh ik wist dit niet, oh ik wist dat niet. We zijn 2 jaar verder dat het begon. We zijn over 1,5 maand. Zijn we 2 jaar verder waar alles gesloopt werd. Maar iedereen nu laat zien dat ze gewoon vriendjes zijn. Is gewoon illegaal hoe de mensen mij aan het stressen zijn, spanning aan het geven zijn. Weer gewoon allemaal wetten die overtreden worden. Echt gewoon weten van de lasten die ik al heb, de pijnen die ik draag. Met dan ook nog de hele dag die stomme bromtoon die overal is. Alle lasten wat daar al brengt, die symptomen, dat gewoon willen aanwakkeren. En ik al uitleg, hadden jullie voor die witte arena moeten doen, hè? Niet en na. Weet ik gewoon, mensen mogen gaan inleveren, want anders komt karma komt echt naar je toe. Hoe bij meer mensen dingen in het bewustzijn gaat komen, waarvan ik al zeg en heb benoemd, hun weten wat er speelt, kunnen niet blijven liegen. Gewoon geld stelen van kinderen, van je eigen kinderen misschien zelfs wel. Het is echt gewoon diep, diep, diep triest. En dan maar doen naar de rest toe hoe geweldig je bent, met de masker oplopen. Ben je gewoon mijn geld aan het uitgeven. Ben je leuk aan het doen met mijn geld, mijn energieën, om bij anderen in het goede daglicht te staan. En steeds meer mensen zouden moeten beseffen van, wow, die is echt ziek. Wow, kijk wat ze allemaal met Ian doen. Wow, kijk hoe ze Ian maar niet helpen. Wow, dit zegt gewoon, ze zijn ook gewoon schuldig. Hoort hier ook gewoon bij dus. Echt overal waar ik maar doorheen mag gaan van iedereen. Niemand die dat zielig vindt om het dan maar even op zo'n ding te gooien. Niemand. Dat hele internet, die hele e-maillijst van Haantje zit vol met mensen. En iedereen maar zijn mond houden. Niemand die maar het goede doet. Echt gewoon, alles en iedereen. Het heleboel dingen inkleuren, denk ik, dan verstoppen ze mij als kind. Of wordt er een kind verstopt wat ze met tovenarij en iemand laten hallucineren of wel naar coma brengen. Zijn er echt zoveel wordt er verstopt voor me. Alsof die erfenis die op mij zit, waar we nou stiekem aan het snoepen zijn, nu overgezet is, als ik dan wel een kind heb, op dat kind. En ik mocht dood, hè.
Dus ook weer geld met een levensverzekering binnentrekken. En ondertussen zit de erfenis weer daar op dat kind of zo. En mag die weer door al deze brainfuck heen gaan als hij zometeen boven de 30 naar de 40 toe komt? Is het echt gewoon generatievervloeking wat ze maar door en door en door blijven zetten? Ben ik misschien wel een incestkind en is mijn kind dus ook weer een incestkind? Is het echt gewoon, want ze willen de Jezus-bloedlijn of de Lucifer-bloedlijn, willen ze graag intact houden. Zodat ze als de katholieken die ze zogenaamd verkopen, dat ze zijn een opoffering hebben. Waar ze al hun slechte op kunnen storten. De deurmaat en die kunnen ze pesten en die kunnen ze messen in hun rug steken. Om op die manier of zo van een duivel credits binnen te krijgen of zo. Echt gewoon, met alles bij elkaar is dit echt gewoon mij willen vermoorden. En alles hoe, wat ik uit spreek en hoe ik tot die conclusie, wat ik allemaal aan het voelen, aan het waarnemen ben, pijnen waar ik heen ga, wat ik gewoon als kind ben ik daar doorheen geweest, wat teruggaat naar het bijna verlammen en alles wat ik beweeg weer pijn doen. Is het echt wat nu aan het gebeuren is, is gewoon gebeurd voor mijn 7e jaar, voor mijn 11e jaar ook. Is het echt toen als kind en nu als volwassen dus opgeofferd kan worden. Dit echt, is voorbij duivels. Mensen zijn zelf aan het denken dat ze de duivels zijn, zoals die serie Evil. Evil. Het is echt gewoon hatelijk. Echt gewoon hatelijk dat het zo lang door kan blijven gaan. En ik ga niet naar zelfmoord. Af en toe kan wel de neiging. Dat ik het idee heb. Want ik moet natuurlijk nog steeds mijn schoenen aandoen. En dan is het al lang al weg. Maar ik kan mensen wel vermoorden. Maar dat is wel wat is als je 2 jaar lang andere mensen jou maar willen vermoorden. Moet ik me dan maar laten vermoorden of zo? Politie wil me ook niet helpen. Moet ik me dan maar laten vermoorden of zo? Moet ik maar alles laten stelen? Niemand die helpt. Maar moet ik dan maar alles laten afpakken? Moet ik dan maar mijn destiny, mijn erfenis, gewoon alles laten stelen? Ook gewoon het nu. Waarbij er niks mag groeien, niks mag zijn, geen inkomsten mag zijn. Gewoon alles. Maar is niet eens basis. Is 70% van het minimumloon waar ik het mee moet doen. Is gewoon alles op voorbedachte raden, gewoon georganiseerde misdaad, waarbij familie dingen niet alleen toelaat, maar er gewoon aan meedoet.